Ik heb mijn handen geboeid omdat mijn internetvrijheid wordt afgenomen door ACTA. Daarom heb ik mijn handen geboeid met een computermuis. Omdat dat eigenlijk is wat ACTA ook doet. ACTA is dus de anti-counterfeiting trade agreement. En dat is het is niet democratisch. Het is niet opgesteld door democratisch verkozen mensen. Het is opgesteld door Wall Street lobbyisten. En bijvoorbeeld door Warner Brothers en dergelijke. En ACTA heeft dus de mogelijkheid om iedereen's computer internetvrijheid in te perken. En waardoor dus online activisme en goedkope medicijnen en allemaal hele goede dingen en vrije informatie, dat is nog het belangrijkste, waardoor dat allemaal verboden kan worden. En waarom heb je mask op je gezicht? Omdat online privacy wordt ook geschonden. Bent jij anonymous? Nee, sowieso als ik anonymous was, zou ik het dan op camera zeggen, maar ik ben geen anonymous. Daarvoor ben ik echt nog even niet goed genoeg bij computers. Medicine is not possible anymore because it can be copied, improved and sold again. Hiding in from the home, doctor is not close, but I